Afgelopen zondag kwam met donder en geweld einde aan een winterse periode in ons land. Code oranje vanwege gladheid, maar daarna was van winterse perikelen of temperatuurdalingen helemaal geen sprake meer. We hadden een paar hele zachte dagen, temperaturen zelfs in de dubbele cijfers, maar daarbij wel van tijd tot tijd regen. En deze wandelaars hadden net een droog moment uitgekozen tussen die regengebieden door. Maar die natte omstandigheden zorgden wel voor een hoge luchtvochtigheid. Zien we ook op deze foto wat nevel, mist van die heilige condities in het landschap. Als het aan de berekeningen van het Europees weermodel ligt, zijn we voorlopig nog niet van dat zachte weer af. Want met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming wordt af en toe nog subtropische lucht aangevoerd. Vanuit het Iberisch Schiereiland via Frankrijk trekt dat richting Nederland. En die zuidelijke stroming zorgt op meer plaatsen in Europa voor bovengemiddelde temperaturen. Op sommige plaatsen zelfs 3 tot 6 graden boven het gemiddelde. Dat zullen wij in Nederland wat minder vaak tegenkomen, maar we bevinden ons nog wel aan de zachte kant van dat spectrum. De luchtmassagrens, het overgangsgebied tussen die koudere en die zachtere lucht, ligt ten noordwesten van ons, boven Ierland en boven Schotland. En in de Schotse hooglanden kan dat ook nog wel wat sneeuw opleveren. Nou, die echte winterse kou, die is weggelegd voor de hogere breedtegraden en dan met name in de buurt van IJsland. Nou, die zuidelijke stroming heeft natuurlijk ook te maken met de luchtdrukverdeling. Als we dan naar diezelfde week kijken tussen 26 december en 2 januari, dan valt op dat de luchtdruk ten westen en noorden van ons lager dan gemiddeld is. Zo'n 5 tot 10 hectopascal. En dat geeft toch wel aanleiding om rekening te houden met een scenario waarbij depressies boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen. Vervolgens met die zuidelijke, zuidwestelijke wind ons land aandoen en vervolgens afbuigen richting Scandinavië. Nou, de gebieden waar we net juist die hogere temperaturen zagen, daar wordt juist een wat hogere luchtdrukafwijking berekend. Daar zullen vaker hoge drukgebieden voorkomen. Dus het echt stabiele weer en ook het zachte weer bevindt zich in die hoek van ons continent. Wat in deze kaart ook opvallend is, is dat roze strookje net aan de zuidflank van dat gebied waar die lagere luchtdrukinvloeden worden berekend. En dat betekent dat die hoge en lage drukinvloeden heel dicht naast elkaar kunnen bestaan in deze berekeningen. Ik heb er een mogelijke verklaring voor. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ik vermoed dat het iets met de straalstroom te maken heeft. En dat is een band met hoge windsnelheden, ongeveer op 10 kilometer hoogte in onze atmosfeer. Is ook heel bepalend voor het weer zoals wij dat aan de grond ervaren. En die straalstroom die slingert, komen af en toe bochten in waar die versnelt. En dat zijn de gebieden waar ook de weersystemen tot ontwikkeling komen. Dit is overigens een animatie van het Amerikaans weermodel, dus niet van het Europees weermodel waar we de andere weerkaarten van zagen. En als we dan kijken naar volgende week woensdag, in die eerste week van die 30-daagse, dan zien we zo'n versmalling van de straalstroom boven de Atlantische Oceaan geleidelijk tot ontwikkeling komen. En zo'n versmalling, dat wordt ook wel een jetstreak genoemd. En dat zijn de plekken waar die weersystemen tot ontwikkeling komen. Het is vooral de rechteringang en de linkeruitgang waar we de lage drukgebieden zullen zien. En het is juist de rechteruitgang en de linkeringang waar dan de hoge drukgebieden zullen voorkomen. Dus ik heb een vermoeden dat dat de reden is waarom in het Europees weermodel die roze en die blauwe kleuren naast elkaar voorkomen. Nou, en als we dan even wat verder vooruitkijken, die eerste week van januari, dan blijven die lage drukinvloeden boven de Atlantische Oceaan vrij dominant aanwezig. Dus dat geeft toch wel aan dat we rekening kunnen houden met die aaneenschakeling van lage drukgebieden die tot ontwikkeling komen en vervolgens onze kant op komen. Terwijl in het zuidoosten van Europa, daar blijft het juist heel stabiel en rustig. Nou, en die zuidelijke stroming betekent natuurlijk ook dat die aanvoer van zachte lucht in stand blijft. En dat we dus in een groot deel van Europa wel bovengemiddelde temperaturen vaak zullen meemaken. Wil niet zeggen dat er af en toe ook wel koude intermezzo's tussen kunnen zitten. Maar met een afwijking van 1 tot 3 graden bovengemiddeld kunnen ook in ons land wel weer de dubbele cijfers af en toe aangetikt worden.
in deze periode van januari is 5 tot 7 graden klimatologisch gezien gemiddeld. Nou, we hebben het over de luchtdruk gehad, we hebben het over de temperatuur gehad. Wat doet het neerslagpatroon daarbij? Maak ik even een klein stapje nog terug in de tijd. De periode tussen de feestdagen. En dan zien we ook dat in de locaties waar die lage drukgebieden passeren, daar is het juist wat natter dan gemiddeld. In het zuiden van Europa, daar juist het zachte en droge weer. Dus als je dat grijze en kille winterweer wil ontvluchten, zijn dat de plekken waar je het beste naartoe kan gaan. En eigenlijk in de daaropvolgende weken houdt dit patroon stand. Vrij nat in onze omgeving en juist droger in het zuiden van Europa. Dan nog even samenvatten. Door die zuidelijke stroming, die aanvoer van die zachte lucht, gaat 2023 ook zacht van start, maar wel behoorlijk wisselvallig door die aaneenschakeling van depressies die boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen, een zetje krijgen door de straalstroom onze kant op koersen. En die lage drukgebieden die gaan natuurlijk ook gepaard met bewolking en regen. Dus het zal vrij zacht en wisselvallig zijn aan het begin van het nieuwe jaar.